Over een paar minuutjes gaat het hier los aan de dijk. Sluitstuk van het voetbalweekend dat al behoorlijk wat verrassingen heeft gekregen. Zij zijn gedeeltelijk met de boot gekomen, de Heerenveen supporters. Het is helemaal vol, dat vak. Het is een mooie tocht geweest. Het kan ook, het is rustig weer. Stankovic is de doelman bij Volendam. Merkin, Mirani en Boyama. En Benamar, Eiting en dus toch bij Oristanio Walidoucic. Van Wiegem, Muren en El Kadiri. In principe 4-3-3. Keulert, Bogdanovic, die ook weet dat hij eventueel nog naar Qatar kan. Halilovic, Haaien, Olsson, de mannen op het middenveld en Sarre van Hooydonk. 5-3-2. Een beetje het uitgangspunt, drie centrale verdedigers. Zou kunnen dat Volendam dat op een gegeven moment ook doet. Maar dat lijkt toch niet het uitgangspunt te zijn van Wim Jong. Vrij trap snel genomen. Levert misschien wat ruimte op. Poging om te schieten zou het kunnen worden. En dat wordt het ook. Het is een geweldige knal van Benamar. Onderkant lat. Ja, als je met 4-0 voor staat is dat uiterst spectaculair. Nu baalt Volendam en haalt Noppert opgelucht adem. Oristanio goed gekeken. En goed gegeven. El Kadiri. Kadiri en Merkin aan de linkerkant. Dan krijgt El Kadiri hem terug. Zou hij moeten gaan schieten. En dat doet hij ook voor de lijn weggehaald. Tweede grote moment voor Volendam. Ik denk dat Keulen de bal daar weghaalt. Dat is uitstekend gedaan. Mats Keulen. Volendam verdient eigenlijk wel een doelpunt. Moeten we alleen nog even maken. Zo! Daar wist Noppert niks van, maar ja, hij stond er toch. Wordt bijna omvergeschoten door die omhaal. Ja, prima omhaal van Mbuyamba. Murky. En weer overtreding van Heerenveen. 19 minuten voorbij, 19 hele leuke minuten. Het enige wat ontbreekt is het doelpunt en dat is het nu. Vlag blijft omlaag, Volendam heeft wat er toekomt in zijn jubileumwedstrijd. Het is het Muren die zorgt voor 1-0. Op aangeven van El Kadiri. Er zal nog door een VAR naar gekeken worden. Hij is afgekeurd. Van Ewijk. En aan de linkerkant spurt Keulert mee. Dus Heerenveen daar met 5 man vertegenwoordigd in de 16. Komt de bal daar niet. In tweede instantie Haaien. Daar is Keulert nog, maar die is niet de grootste. En daar is wel binnen. En dan heeft hij toch zijn treffer te pakken. Voor het eerst sinds 27 augustus. Er werd wat geduwd over en weer. Ik dacht dat Keulen daar een duwtje uitdeelde aan Van Wiegem. Die liet zich wel opzij zetten. Hier Haaien. Keulen springt in de rug bij Van Wiegem. Deze gaat wel door. Muren. Tegenstander kwijt, maar er staan nog wel een paar muren. Moeten wegdraaien, goed meegegeven. En nu, wie haalt eruit? Korte hoek, goed gedaan, Noppert. Van Wiegem, venijnig geschoten, niet venijnig genoeg om Noppert te passeren.
Van Ottelen, Siep. Met de overtreding. Op Van Wiegen. 43e minuut. De vrije trap. Aan alles en iedereen voorbij. En dan is hij binnen. En mag hij nu wel blijven staan, is de vraag. Dus hij juicht maar niet al te uitbundig. Muren. We vieren hem al een keertje. Wij vieren zijn jubileum. Via de voet van Noppert. Heeft Volendam wel wat het toekomt, de gelijkmaker. Van Ewijk. Dat is snel gedaan. Amarach, ja, die met het buitenkantje daar probeert. Dat is wel in de laatste tijd. Kans. Tamelijk zorgig overgewerkt. Sar. Oristanio gaat er dan af. En hier is hij nog voor de laatste keer dan. Is hij dan nog belangrijk? Nou. Ja, Noppert is 3,50 meter, hè, dus die heeft altijd voordeel. Het laatste van hem voor vandaag. Caetano Oristanio, mooie rush aan de rechterkant. Krijgt de bal net niet bij Muren. Hij zal dan nu dus vervangen worden. Goeie ingreep van de doelman. Voordeel, goed gezien van de Graaf die dat even afwachtte. Het is 4-4. En kan Heerenveen daar nu dan van profiteren als Van Hooydonk naar de tweede paal loopt en hem daar overtikt. Sar geeft aan van Hooydonk. Moet hem dan eigenlijk binnenwerken, maar ja, zo makkelijk was die klus niet. Dat is ook zo. Murky. Daar, bij toeval, maar wat maakt het uit. Kan een kans worden voor Volendam. Sterker nog, dat is een kans. Dat is ook wel wild geschoten. De Bilal Ulcik. Daar is de eerste bliksem. En dan is het af te wachten hoe lang het duurt voordat de donder komt. Ik denk dat we zo naar binnen moeten. Sterker nog, dat gaan we meteen doen. Wat verwacht werd. Hij heeft groot gelijk. Het is niet anders. Het dondert en het bliksemt. En dan wordt er geen enkel risico genomen. Geen discussie mogelijk. Snel naar binnen. Het is niet anders. 25 minuten staken is achter de rug. Het is weer droog. En één wissel bij Volendam intussen. Ben Amar is achtergebleven. Ben Aysa, Ben Amar en Brian Plat zijn vervanger. Alhaz die de diepte ingaat. De bal niet krijgt. Sar. Keulert. Laag en hard. En dat was een gevaarlijke bal weggehaald door Murky. Dat was in ieder geval Stankovic verrast. Hier is Murky. Mirani. En Boyamba. Kijk of die aanvallende injecties nog wat opleveren voor Volendam. Ziek heeft er wel zin in. Daar Keulert voorbij. Dan wordt het een hoekschop. Tachtigste minuut. Volendam. Zoekt de voorsprong. En die hebben ze hier bijna te pakken. Nou ja, die kopbal gaat nog wel een behoorlijk stuk voorlangs. Van Beek. Heerenveen met aardig wat mensen en dat schot is voor Stankovic uiteindelijk.
Jagen, jagen. Maar wie heeft er nog de puff voor? Wie heeft er nog de kracht voor? Heerenveen hier nu weg. En die gaat binnen. Via de binnenkant van de paal. Keulert. En als er één speler is die daar wel een beetje aanspraak op mag maken, dan is het Mats Keulert. Met buitenkantje geschoten, maar met links. Mats Keulert. Is het met buitenkantje of is het een halve punten? Nee, buitenkantje. Dat betekent dat Heerenveen aansluit bij Sparta. Als het zo blijft, het sterker nog, het wordt nog erg. En hij scoort ook weer eens. En Sar en Van Hooijdonk. En daartussenin Keulert. Voor Sar was het vanaf 20 augustus geleden dat hij een doelpunt maakte. En hij speelt bepaald geen grootse wedstrijd, maar hij beslist hier wel door die bal daar van dichtbij binnen te tikken. De wedstrijd van Beek. Kopballetje door van Tahiri. Van Hooijdonk en Sar. Meestal is het andersom. Van Hooijdonk en Sar. Goed voor zijn man gekomen. Maar Van der Graaf zegt, nu is klaar. Wedstrijd gedaan. Heerenveen wint in Volendam. Wint met duidelijke cijfers 3-1. Dat is misschien een tikje geflatteerd. Maar hij is wel de beste man. Mats Keulert, oh zo belangrijk bij die eerste treffer. Haalde hem ook nog een keer eentje van de lijn. Zorgt zelf voor 1-2. Dus die komt de eer wel toe. De beste van het veld zijn geweest. Mats Keulert. Eindstand hier in Volendam. 1-3.